The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik herken wat je vertelt als je zegt over dat je altijd eh, jobs gedaan hebt in, je, in, in een, een mega onrust had en altijd dat gevoel had. Wist jij al wel wat dat het was dat je eigenlijk wou doen? Of heb je, was dat iets dat je van jongs af aan eigenlijk al wel voelde van. Daar wil ik naartoe? Is zei iets dat je bijvoorbeeld word, op de speelplaats, die een, die een gast die je grappige dingen vertelde of mensen ja. liet lachen? Of... Ja, ik was wel grappig. In. Ik ben bij de scouts geweest en mijn voortotom was ook komische. Ah, oké. Okay. Ja, komische ja. mungo is, is mijn totom. Maar het is wel zo, ik wist eigenlijk van mijn 14, 15 al wel, ik wist niet in welke vorm, maar ik wou eigenlijk wel, ik wist toen al wel, ik wil spelen en maken op een podium. Ja. Hmm. Uh, maar als ik, dan, als, ik dan, als ik dan 17 jaar was, ik zat in het zesde middelbaar, dat is dan een moment dat je nadien je kunt naar de toneelschool of zo. Maar ik had niet genoeg uh, vertrouwen om dat te doen op dat moment. En mm -hmm. mijn leraar Nederlands... Hey, ik had wel eens gezegd, ik wil misschien naar uh, Studio Herman Teerlink. Zo'n toneelopleiding. Uh, hey, want de vraag is dan, we gaan, de, we gaan de studeren. En mijn leraar Nederlands had dan zo op een keer uh, een paar een toneelstuk bij of een paar kopies van, van een stuk van een toneelstuk en die deelde daar rond en een paar jongens moesten dan een rol lezen en ik kreeg ook een, een rol en ik las dat en dat was niet goed natuurlijk maar ja, je weet ook ik wist ook niet wat ik aan het lezen was ik wist ook niet wat de bedoeling was dus niemand van ons las dat goed het gaat ook niet denk ik maar bon achteraf zei die leraar en ik keek er nogal naar op zei die tegen mij van ik denk niet dat dat iets voor u is uh, toneelopleiding ja het is natuurlijk te gemakkelijk om dat allemaal in deze schoenen te schuiven, want maar wat hij dat zei... dat wel gewoon even doen, zo. Gecom Gecombineerd <laughs> met mijn gebrek aan vertrouwen, mm -hmm. maakte dat ik dat niet heb durven doen. Uh, en ja, dat studeren en gerold in allemaal jobs en je ziet mensen spelen in, in theater en uh, op tv en dingen doen die je zelf ook zou willen doen. Maar hoe kom je ertussen? Hoe, hoe kreeg je de mogelijkheid mm -hmm. om dat te doen als je, als je niemand kent? Dat was eigenlijk de ja. situatie. Uh, en dan was, is, was eigenlijk comedy wel een soort reddingsboei. Mm -hmm. Omdat je daar niemand Je kunt gewoon ergens in een café beginnen en inschrijven voor, voor een wedstrijd, gelijk dat wij hebben gedaan. Mm -hmm. uh, ja, zo, zo. Maar dat was wel, eigenlijk was dat altijd aanwezig, maar ik had pas, het is eigenlijk door met de Randal te beginnen, hè, met Vrolijk mm -hmm. België, dat de, het vertrouwen uh, begon te groeien, van, dat zou misschien wel kunnen. Wat waren, waren de dingen die je met de al bekeken, waar je van dacht: zoiets in de naard, of dat is iets dat we mega cool vinden? Wat waren zo'n inspiraties voor u? Twee dingen eigenlijk. Eén ja. uh, was de eerste voorstelling van Wacko. Ah, maar ja. Goh, manu. De, de Manu Kersting, die ja, heb je hier ook al gezien. En Giel van Berkel, ja. 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 ja, ja. ja. He, 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 hebben jullie die ooit gezien? Die hm. Ik heb uh, een van uw latere voorstellingen ah, gezien. Ja. Niet de allereerste, maar ik heb dat wel gezien in de Narenberg toen. En ik ben. Uh, ik heb het ook aan hem verteld, dus ik ben tijdens de pauze naar buiten gewandeld. Ik vond dat eigenlijk helemaal niet zo leuk. Ah, ja. um, en ik heb dat achteraf ook... Er zaten een aantal grappige dingen in, ja. maar er zaten ook veel dingen in... Er was ook heel veel muziek en zo. Want hij is ook een drummer, hè, de Manu en zo. Ja. En, en ik was gewoon niet zo weg daarvan. Zo. maar Ik heb ook ja. andere voorstellingen gezien van hen, en niks kon tippen aan die eerste voorstelling. Er nee. waren ook gewoon met twee. Mm -hmm. En dat was een aaneenschakeling van... Rare sketchje en af en toe wat muziek, maar rare sketchje met veel overtuiging ja. gespeeld. Ja. Heel fysiek ook. Mm -hmm. En ja, ik, wist niet, ik wist niet wat ik zag als ik, als ik die bezig zag. Uh, allee, inderdaad, dat was gewoon vergeblazen. Dus dat was een van de twee dingen. Ik heb trouwens met de Manu ook nog een heel verhaal. Dat wou ik juist gaan vragen, want gij had dat ooit eens om mij verteld. En dat is <laughs> mega funny. Je moet dat even, ja, moet dat even vertellen, dat is echt chaos. Dan, dan was ik al zo. Uh, twee jaar bezig of zo, en ik uh, moest naar nederland s'avonds om iets te doen voor tv en ik kwam van bij de thomas, Smith, mm -hmm. uh, en ik had mij gehaast naar centraal station om een trein richting amsterdam op tijd te halen en ik, had, ik was juist op tijd ook nog, ik had nog geen ticket kunnen kopen maar ik dacht doen dat wel op de trein, uh, dat was toen ook nog geen probleem uh, en, maar antwerpen centraal was toen eigenlijk daar, de treinen naar Amsterdam die vertrokken in Berchem. Dus ik ja. moest van Antwerpen Centraal naar Berchem en daar dan op de juiste Trein. Maar tussen Antwerpen Centraal en Berchem, in plaats van vijf minuten, deed die een trein er eh, 12 minuten over. Waardoor ik mijn trein naar Amsterdam miste. Ja. Wat niet zo heel erg was, want ik was goed op tijd. Dus ik dacht: van oké, okay, ik kan gewoon een ticket kopen. Uh, maar ik had mij wel gehaast. Uh, dus dat is toch een beetje van ah, verdoemen. En om dat goed te maken heb ik toen voor de eerste keer in mijn leven een eerste klas-etiket uh, gekocht. En ik ja. had zo'n fantasie bij eerste klasse: dat gaat luxe zijn en ruimte. En misschien kom, komt er wel iemand langs om te vragen wat je wilt drinken. <lacht> <lacht> dus eerste klasse. Wat een desillusie, hè? <laughs> ja. Ja, ik wacht een nu. En uur later is die een trein er dan, Ik kan in eerste klasse zitten. Het was niet zo luxueus als dat ik mij had voorgesteld. Maar toch, wat dat wel was, was dat er ruimte was. was, was dat, en er zit minder volk op. Je ook. zit in ja. ene wagon met, met vier man of ja, zo daarin ja. op dat moment. Mm -hmm. en, uh, dus ik denk van oké, okay, ja, dat is er dan toch. En vlak voordat die trein vertrekt, komt er nog iemand binnen. Gewaaid. En uh, ook, die zit zich ook in eerste klasse en die heeft eigenlijk in heel die wagon zijn er een honderdtal plekken waar hij kan zitten, dat hij buiten mijn territorium blijft. Maar die kiest de ene zetel die voor mij de meest intrusieve is, hè, namelijk vlak voor mij. Alleen met zijn rug naar mij, hè, dus die rugleuning, en daar gaat hij zitten. En uh, wat, dus dat voelt al alsof hij is binnengekomen alleen maar om mij te pesten. En dan hangt mm -hmm. dan ook zoiets een jas op, opzij de haaksje, maar die jas die komt helemaal bij mij binnen, want die is eigenlijk nog intrusiever dan dat je daar gaat zitten, die jas hangt gewoon bij mij binnen. Uh, dus ik haat die mens, instant, <laughs> en die begint dan ook nog eens chips te eten, uh, dus ik, ik moet iets terug doen, ik, pak, ik vind zo'n paar in mijn zak, ik breng ze zo terug, maar dat <laughs> heeft geen enkel effect ik zit daar wel met al mijn woede natuurlijk, dus heb ik dan gedaan. ik ben niet met een neus gegaan, mm -hmm. ik heb uh, snot aan de mouw van deze, van deze jas geveegd, mm -hmm. en met het moment dat ik dat deed, daalde er een geweldige rust en vrede over mij neer. ha ha ha. en dan die trein, uh, enfin, we zijn onderweg naar, naar, uh, naar Holland, en die mens die je daar zit, die begint op een bepaald moment te telefoneren. en ja, die meester was dus de Manu, dat mm -hmm. bleek, uh, die was op dat moment, ik denk, directeur van uh, Studio Herman Terling. Ja, klopt. En uit dat gesprek maak ik dat op, fuck, dat is Manu Kisting. En voor mij was het toch wel op dat moment een soort held, ook. Want het eerste echt goeie dat ik ooit had gezien in theater, dat was hij en die Giel. En dan nog een andere voorstelling van de Koe, uh, die twee voorstellingen, maar bon, dat was toch een soort held. En ineens zei ik, oh nee, fuck, ik heb juist... Snot op deze... Uh, snot op deze mouw uh, geveegd. Uh, dus ik ben dat er terug beginnen na <laughs> te En dan, ik denk in Rotterdam of zo, stapte die op, En dan keek ik ernaar, want ik had van alles beleefd. Met hem natuurlijk. Mm -hmm. Ik was heel kwaad geweest op hem. Ik had iets gemeen gedaan. En ik was vlak daarna had ik het goed gemaakt. Dus ik keek ernaar en die keek naar mij met een blik van: uh, ja, kijkt zo niet naar mij. En die wandelde naar buiten. Dus dat leek gedaan, uh, dat vooral. Ik ga naar Amsterdam, ik doe daar uh, iets voor tv, s'avonds dat ik te doen heb. En ik beland die avond in een café. En naast mij in uh, iemand café, ook iemand die cabaret maakte, van een duo. En die ging een paar dagen later in première gaan, dus die, die zijn erover bezig. En uh, ik word ook uitgenodigd op die première. Als je wilt komen, kom maar af. Trouwens, wij zijn eigenlijk geregisseerd door een halve Belg, zegt je tegen mij. Ik zeg: Ah ja, Manu Kesting, kende die misschien? Dat was, en dat was geschikt. Ik had een naam tien jaar niet meer in de mond genomen of van gedacht of weet ik wat. En dan, eh, ooit was dat een soort held, dan hoorde er tien jaar niks meer van, gezien die niet, hoort die niet. En dan op één en een dag. Pist je mij kapot? Smerk ik snot aan deze frak? Uh, schaam ik mij? Heb ik spijt? Krab ik dat eraf en word ik s'avonds uitgenodigd op een premiere van Is geregisseerd? <laughs> dus ik ging er naartoe en ik heb hem dat verteld ook toen. Ah, oh, oké. Okay. Ja. Hoe, hoe reageerde hem dan? Die kon ermee lachen. No, ja. Dat is een funny gast. Ja, ja. ah, maar hij had wel die jas aan op dat moment. <laughs> <laughs> dat ik en dat zei nou, niet, ik dacht dat Hij zei nou: ik dacht niet. dat er een duif gescheten had op mijn. Uh, want dat was jij. <laughs> ja. Ja.